Joël HP en happy 2018. We gaan even bijpraten snel over de dingen die jij ziet zitten. Het was een leuk 2017. En eens kijken waar we naar 2018 heen gaat. Je gaat in ieder geval je eigen ICO beginnen. Dus wat dat betreft is dat ook een interessant onderwerp. Laten we even kijken naar de algemeen, naar de cryptomarkt in 2018. Wat verwacht je ervan over de grote trend? Ja, de grote trend. Nou, ik verwacht eigenlijk de grote trend dat er nog veel meer enthousiasme nu komt. Omdat 2017 heeft het eigenlijk allemaal ingeluid, gestart. Dat nu echt serieuze partijen ook bezig zijn met blockchain en dat er futures op de markt komen. Dus de traditionele beleggingsproducten, die nemen het nu ook wat serieuzer al. Ze zijn natuurlijk nog wel heel voorzichtig, maar er is in ieder geval al stapsgewijs begint er een optie te komen om dus ook in crypto te beleggen. Ja, dus de algemene financiële investeerders, die gaan ook gewoon in crypto een stukje van hun geld stoppen. Er komt dus gewoon het komende jaar weer wat meer geld. Nog meer geld dan die 709 miljard Zeker. Euro. En je wordt ook als crypto-investeerder wat serieuzer genomen door de traditionele markt. Heb je niet gewoon dat alle tulpenbollen je om de oren springen? Nee. Je hebt natuurlijk nog steeds mensen die sceptisch blijven, sceptisch zijn. Dat mag ook gewoon. Maar ik merk juist in mijn omgeving dat iedereen veel positiever is. Als ik 3 jaar terug over Bitcoin iets vertelde ergens, dan werd ik een beetje voor gek verklaard. Of dan veel negatieve feedback als het ware. En tegenwoordig is het juist, mensen vinden het heel leuk. En vaak hebben ze het er ook al over voordat ik überhaupt erover kan beginnen. Dus, dat is waar. Hey, jouw rendement op jouw eigen portfolio vorig jaar? Dat is vrij behoorlijk goed gegaan, ja zeker. Ja, 15 keer, 20 keer, 30 keer, 5 keer, wat had je ongeveer? Want Bitcoin was 13 keer, dus dat is ongeveer het. Hè? Als je 13 keer, dat is het, als je niks deed behalve Bitcoin, was het een factor 13. Ja. Dus zat jij daar boven of zat je daar ergens in de buurt? Ja, ik sta echt nog wel een stuk boven, ja. Dus meer dan 20? Even snel kijken hoor, als ik hier eventjes iets... Ja, wel meer dan 20 ook, ja. Laten we zeggen dat ik ongeveer de dubbele daarvan wel heb gehaald. Kijk eens aan, 26 keer rendement, dus 2 keer het Bitcoin gebeuren. Nou, dus even kijken naar wat jouw lijstje is. Op de eerste plaats staat gewoon Bitcoin ook weer. Wat verwacht je ervan voor dit jaar? Ja, wat ik van Bitcoin eigenlijk verwacht, is het nu met de Bitcoin op de $15.000 momenteel. Ik verwacht eigenlijk dat Bitcoin in dit komende jaar richting de $50.000 gaat. Mm-hmm. Alleen omdat er gewoon meer geld heen gaat en dat het moederschip is van de crypto-economie. Enerzijds wel. Ja, dat zeker. Het is gewoon nog steeds het goud van de crypto en ook de munt waar alle altcoins naar worden teruggerekend, waar de waarde in wordt uitgedrukt. Ja, het is en ook dollar. Je ziet dat vaak als iemand dus in crypto mee wil doen, moeten ze voor het eerst ook beginnen met de Bitcoin. Ja, oké. Heel goed. Dus dat is zeg maar een bescheiden groei in de crypto-wereld van 15 naar 50, dus een factor 3 à 4. Oké, de tweede die je erop hebt is Litecoin. Waarom is Litecoin voor jou een werkpaard? Nou, wat ik heel interessant vind aan Litecoin eigenlijk is, dat wordt dan ook wel eens het zilver van de crypto genoemd, als Bitcoin het goud is. En wat Litecoin eigenlijk heel goed doet, vind ik, is dat hij gewoon nu al concreet heel prima werkt als betaalmiddel. De transactiekosten zijn gewoon laag. Ze implementeren ook steeds de nieuwste oplossingen heel snel. En ze hebben gewoon een hele stabiele development. En ook een hele trouwe community die geen ruzie maakt en dat het overal heel eensgezind is. Dat is waar, Dat de munt heel erg ten goede. Ik vind dat echt gewoon als betaalmiddel een van de betere munten momenteel. Ja. Bitcoin Cash heb je duidelijk niet genoemd. Dat is niet jouw ding. Wat heb je tegen Bitcoin Cash? Nee, ben ik zelf geen fan van persoonlijk. Ik heb ook al dingen gehoord als de Bitcoin is passé en Bitcoin Cash die gaat het overnemen. Nou, daar geloof ik zelf niet in. Ik zie Bitcoin Cash meer als een soort ego-trip van een paar personen die dat een beetje willen pushen. En ze proberen dan misschien wel Bitcoin van de troon te stoten, maar ik geloof niet dat dat lukt. Ik zie er te weinig support voor. Ja. Nou, het is in ieder geval een ego-trip van 46 miljard. Dus wat dat betreft hebben ze het niet onaardig gedaan. Maar ze hebben natuurlijk met de market cap van Bitcoin ook begonnen als het ware, als afsplitsing daarvan. Ja, daarom, dat is waar. Nou, even de raarste die je er ook niet in hebt, is natuurlijk de nummer 2 op dit ogenblik, Ripple. Ja, Ripple. Wat weet jij ervan? Nou, ik weet ook eigenlijk niet super veel van Ripple, omdat ik gewoon nooit heel erg fan ben geweest van het concept zelf. Ik heb maar nooit echt heel diep in gedoken. Ik weet wel dat ze het trouwens wel goed doen. Ze doen de partnerships wel goed met andere partijen. Ze hebben gewoon grote merken onboord, ook banken. Maar ik ben zelf niet zo'n fan van de uncapped supply, als het ware, van de Ripple. Er kunnen zomaar worden besloten dat er zomaar heel veel extra Ripples in omloop komen.
En het is ook helemaal niet decentraal. En ik vind eigenlijk wat een blockchain goed maakt, hebben ze heel veel dingen van weggedaan eigenlijk. Ja, Dus daar, daarom ben ik daar nooit fan van geweest. Het is geen, blockchain, het is een centraal bedrijf wat de regulering doet van. Het is een bedrijf. En die exact. Hebben inderdaad nog 60 miljard van die ripples, hebben ze nog de XRP's en dingen. Het is een bizarre, ik vind het een bizarre hype op dit ogenblik. En ik denk dat het net zo hard weer naar beneden gaat. Ik denk dat het gebaseerd is op goed nieuws van een aantal leuke partijen die allemaal testjes doen. Maar ik voorspel dat Ripple weer gewoon net zo hard, het is echt, ik heb nog nooit weer zo'n munt zo hard zien stijgen. In ieder geval naar zulke grote market caps. Maar ik snap er echt helemaal niks van. En iemand die het wel begrijpt, en die mag met mij bellen. Oké, okay. Goed, dan... Ja, heb jij Monero natuurlijk ook weer op je lijstje staan, zeg maar. De snel stijgende munt, geloof ik, van 2016, dacht ik. Ja, waarom ik die eigenlijk op de lijst heb, klopt. Monero was in 2016 de munt met het meeste rendement. Als je die op 1 januari had gekocht, had je gewoon op 31 december het meeste rendement eruit van alle cryptomunten. Mm-hmm. En wat wel grappig is dat dit jaar, of eigenlijk het afgelopen jaar dus, 2017, was het weer een privacy munt, die dus de nummer 1 was. Het was dan Verge. En wat je eigenlijk ziet, waarom ik ook Monero in mijn top 10 heb en daar wel fan van ben, is dat privacy munten is gewoon een hele grote niche-markt in de crypto. Daar is gewoon heel veel vraag naar. En ik vind het ook, sommige mensen zeggen van, nou, dat is allemaal te schimmig en zo, dat privacy is niet goed. Maar ik vind dat ook gewoon een misvatting eigenlijk. Je mag best het recht hebben om gewoon bepaalde transacties privé te houden. En dan is Monero gewoon een hele goede, stabiele munt, die ook heel populair is. Een van de populairste privacy munten. Ja, interessant dat je dat zo zegt. Ik vind dat dat allemaal best wel privacy mag. Wat vind je dan van het argument van dat dit natuurlijk een uitstekende munt is voor misdadigers en voor terroristen en dat daar geen enkele vorm van regulering mogelijk is? Vind je dat een soort mensenrecht van wat er bestaat in de digitale wereld? Ja, kijk, ik ben zelf bijvoorbeeld ook, ik doe zelf geen criminele transacties of zo, maar ik vind zo'n Monero dan wel aardig. Ik vind dat je wel gewoon het recht moet hebben om gewoon je transactie voor jezelf te houden. Waarom moet dat allemaal inzichtelijk zijn? Dat is toch ook een beetje vreemd, dat alle financiële zaken maar gewoon zo door iedereen moet worden kunnen ingezien. Dus ik vind, de mensen hebben best, en het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid om het niet voor verkeerde manieren te gebruiken. Ja, maar dat daar dan helemaal geen enkele vorm van controle op mogelijk is, dat vind je dan verder oké? Okay. Ja. Ik vind dat niet kwalijk of zo, nee. En je ziet ook trouwens dat de markt vraagt er ook gewoon naar. Want die privacy munten doen het dus gewoon heel goed, jaar op jaar. Oké. Okay. Verge. Dat zijn niet alleen maar criminelen die erin duiken. Ja, nou ja, oké. Okay. Dus dat is in ieder geval een puntje wat we toch iets mee moeten doen in die crypto-wereld. Dat iets toch gewoon van, op zich is het argument van dat misdadigers er zomaar mee alles mee kunnen doen, dat echt niet... Nee, dat kunnen we niet zomaar zeggen van, ach, ik vind dat niet. Daar kijk ik anders tegenaan dan jou. Maar in ieder geval is het wel duidelijk waarom die op het lijstje staat. De meest populaire munt van 2017, Verge, die staat er dus niet op. Die was ook gewoon 3000, ik weet niet hoeveel procent die gestegen was, maar echt gewoon... Al de laatste week was die heel hard gegaan. Ja. Dat had ook mee te maken dat John McAfee op Twitter een bericht erover had geplaatst dat het een hele goede munt is. En ik denk eigenlijk dat het een beetje richting zo'n pump en dump dan neigt. Dat het een beetje te erg gehyped is. Want qua ontwikkeling lopen zij nog wel wat achter op heel veel andere munten. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het niet zo'n... ik vind de waarde een beetje overgewaardeerd in het geval van Verge. Nou ja, hij is nu weer onder de 2 miljard gedaald. Dus vandaag weer met 11% gedaald. Dus dat is dan... Ja, hij zakt ook wat. Hij is flink naar beneden gegaan. Goed, dan Ethereum en Neo. Ja, dat zijn eigenlijk dan de platforms waar nieuwe projecten ook kunnen worden gebouwd. De zogenaamde ICO's, de Initial Coin Offerings. Ja. En ik denk dat Ethereum eigenlijk ook voor het nieuwe jaar, voor dit jaar, dus een hele, hele goede is. Omdat Ethereum wil ook eigenlijk concreet stappen gaan maken om de blockchain weer schaalbaar te maken. Dat is zelfs op 31 december zijn ze er dus al mee begonnen. Op testnet zijn de eerste stappen ingezet voor het project Casper, dan heet dat. En dan gaan ze dus richting ook proof of stake met Ethereum. Waardoor het allemaal wat meer transacties aan zal kunnen uiteindelijk. Ja, want dat is gewoon wel heel belangrijk. Want als die blockchainmarkt groeit, dan moet ook die blockchain schaalbaarder worden. Want nu zit alles gewoon nog steeds heel vaak vast. Heel vaak. Ja, er moet echt niks gebeuren en Ethereum ligt plat. Daarom. Goed, dan heb je nou als tweede platform heb je dus zeg maar de Neo. Ja. Dat is eigenlijk de Ethereum vanuit China, als het ware. En wat Neo gewoon heel goed doet, die hebben gewoon heel veel aandacht en zorg ook voor om compliant te blijven met de Chinese overheid. Dus zij willen heel duidelijk gewoon aan alle reguleringen binnen de lijntjes blijven. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. En zij willen gewoon graag het blockchain product vanuit China worden. En het is gewoon een gigantische markt.
En in 2018 gaan we dus ook heel veel nieuwe ICO's zien die dus via NIO gaan opereren. En dat zal dan naar mijn idee ervoor zorgen dat NIO zit nu op $90 ongeveer. Ik denk dat hij wel echt naar een paar honderd dollar gaat, normaal gesproken. Ja, en ik hoorde wel heel veel mensen zeggen dat het development eigenlijk niet veel voorstelt, maar daar denk je anders over. Nee, daar denken we anders over. Ik denk echt dat het wel goed in elkaar zit. Ik ben er ook laatst wat dus even weer ingedoken. Ik vind dat wel echt een heel goed project eigenlijk. En ook het vooral zich heel erg dus ook oprichten om de Chinese overheid tevreden te houden. Dat is wel gewoon belangrijk. Dat is het enige wat ze zou kunnen afremmen, denk ik. Maar anders zie ik ze wel behoorlijk groeien. Oké, okay, dan mijn favoriet die je er ook niet bij hebt is Cardano met de ADA-munt, ja. Zeg maar. Waarom is dat? Die had ik gewoon, ik had dan ruimte voor 10 munten. Ik wou ook een beetje variatie. Dus ik had dan voor de currencies had ik bezwaren Bitcoin, Litecoin en Monero. En voor de platform had ik Ethereum en NEO. En dan heb ik voor de rest nog toepassingsmunten. Ik kon niet alles erin stoppen. Maar Cardano is overigens ook een hele goede, vind ik. Dat is nou vanuit Japan. En die bouwen echt een heel blockchain-netwerk dus in Japan. Ja, en er zitten allerlei universiteiten bij. Wat dat betreft is het nog breder dan alleen maar Japan. Maar ze hebben in ieder geval echt gewoon. Ze hebben een secure in programmeertaal. Ze hebben een systeem verzonnen dat als er meer, zeg maar, miners bij komen, dat het aantal transacties toeneemt. In plaats dat het alleen maar gewoon meer energie de lucht in blaast. En ze hebben eigenlijk ook gewoon. Ook over de schaalbaarheid hebben ze gewoon goed nagedacht. Echt een complete blockchain 3.0. Want ik verwacht daar zelf. Ja, ze beloven ook. Ik verwacht daar ze zelf ook dat het echt schaalbaar is. Ja, en wat ook trouwens leuk, want Japan ook vernoemd is, dus 95% van de investeerders in Cardano bij de ICO, dat waren dus Japanners, investeerders vanuit Japan. Ze hebben zich in eerste instantie heel erg op de Japanse markt gericht, maar dat is ook wel heel goed, want die zijn heel blockchain en crypto-friendly. Ze dus ook in Japan echt ATM's gaan plaatsen, waar je met een betaalkaart crypto kan pinnen, als het ware. Yeah. En dan kan je dus ook uiteindelijk naartoe, dat je helemaal niet meer naar de fiat currencies terug hoeft. Dan kan je gewoon met je crypto-betaalkaart overal. Dat vind ik wel heel gaaf. 28% vandaag gestegen. 28%. Ja. En het staat nu op plaats nummer 5. Het staat nu op plaats nummer 5. Ja, ik vind het zelf een uitermate interessante. Maar ik, in ieder geval, ik heb er wel in geïnvesteerd, maar wel te weinig. Maar ik vind het in ieder geval ook gewoon intellectueel vind ik het interessante. Vandaag ging trouwens Stellar, ging op plaats 6. Die is 44% gestegen. What the hell is die dat Die gaat ook nou heel weer? Hard de laatste dagen. Ja, daar heb ik me niet heel erg in verdiept in Stellar, maar die doet het heel goed de laatste tijd. Dus dat is ook eentje om even te gaan bekijken, inderdaad. Ja, ik ken ze niet allemaal natuurlijk. Nee, daarom. Dus wat dat betreft is dat gewoon. Maar het is ook move money, weet je wel. Echt gewoon van. Move money. En het is gewoon een gedisciplineerde blockchain. Dus ik zie er helemaal niks speciaals in. Maar dan ik dacht dat Stellar wel iets met snelheid goed deed. Er staat me vaag bij. Maar nogmaals, ik heb me daar niet in verdiept nog. Ja, een beetje met Litecoin, zeg maar. Hè, dat hij het echt gewoon, het gewoon goed doet. Maar in ieder geval, dat bedrijf is wel even dus is wel eventjes weer de nummer 6 hiermee geworden. 44%. Jongen. Oké, nou laten we nog even doorgaan, want jij kunt inderdaad, je hebt altijd maar een lijstje van 10, want er zijn duizenden munten. Ze kunnen niet zoveel ver. Dan komen we even nog op over de exchange, gedistribueerde exchange, het mothership. Dat is plaats 6 een exchange munt. Wat mothership eigenlijk doet, die bouwen dus een exchange met e-residency in corporatie. En waarom dat erin zit, is dus dat dan bedrijven, maar ook particulieren en bijvoorbeeld ook ICO's, want ze komen dus met een tokenplatform ook. Dus als ze bijvoorbeeld een ICO daaraan mee wil doen, dan hoeven ze al de papierwerk niet meer te doen. Dat heeft de mothership allemaal uit handen genomen. En als particulier kan je dus ook zonder dat je ooit hoeft te verifiëren, kan je dus met je e-residentie-identiteit gelijk van euro's naar bitcoins en ethers. Ja. Ik denk dat dat ook gewoon een hele belangrijke stap is, ook in de adoptie van crypto. Dat je niet meer al die formulieren hoeft in te vullen en een selfie hoeft te maken met je foto en zo. Maar dat je gewoon gelijk terecht kan. Ook als beginner kan je gewoon gelijk crypto aanschaffen. Ja, maar het is natuurlijk echt alleen maar voor mensen met een Estonische digitale identiteit. Die ik ook heb trouwens. Nou, ik heb hem wel. Klopt. Maar ik bedoel, waarom is dat nou inderdaad. Waarom gaat dat nou een bijzondere. Dat is wel zo leuk voor de mensen uit Estonië. En voor die paar honderd mensen die een digitale identiteit hebben. Maar waarom is dat nou een belangrijke voor jou? Ja, goede vraag. Nou, zijn er wel ook steeds meer die zo'n e-residency kaart hebben. Maar wat het belangrijke hiervan is dat de Europese Unie, dat is echt, moet je maar opletten, de Europese Unie die wil namelijk ook er naartoe dat uiteindelijk alle identiteitskaarten vanuit de Europese Unie met elkaar kunnen communiceren en met elkaar werken op één platform. I know. Dat is, maar al vanaf 2019 moet hier helemaal rond zijn dat het al werkt.
Want nu hebben wij dus in Nederland DigiD en in Estland hebben ze dan e-residency. Maar uiteindelijk moet je dus overal gewoon jezelf kunnen verifiëren met één kaart voor alle Europese lidstaten. En dan kunnen we dus gewoon wel allemaal ook van die exchange gebruik maken. Ja, dat is in ieder geval het plan. Het is niet zo dat je met één kaart, want iedereen gaat zijn eigen kaart uitgeven. Maar we moeten elkaars kaarten accepteren. Maar, ja, ze moeten met elkaar kunnen communiceren. En Estonia is de eerste die dat dan zeg maar, aan zijn volk heeft gegeven. En wij gaan dat in Nederland ook doen. En de overheid, de Europese overheid heeft gezegd dat in 2019 die dingen met elkaar compatible moeten zijn. Nou, ik moet het nog zien gebeuren. Maar het is in ieder geval heel interessant. Identiteit op de blockchain. Of eigenlijk niet op de blockchain, want het is gewoon de identiteit die gegarandeerd wordt door de Estonische overheid. En daar wordt dan een exchange over gemaakt en die accepteert dan die identiteit als eerste. Jij bent er al jaren mee bezig. Ja. Hoe heeft hij het gedaan in 2017? Nou ja, in 2017 was dus de ICO van Mothership. Toen begon hij dus op 4 cent. Toen is hij op een gegeven moment naar 25 cent gegaan. Toen is hij teruggevallen naar 9 cent. En vandaag staat hij weer op 30, 35 cent. Dus dat heeft hij het ook wel goed gedaan. Ik verwacht dus dat hij is nu dus zo'n 30 cent waard. Dat het in het nieuwe jaar, dus dit jaar, dat het wel richting de dollar gaat. Normaal gesproken. Want de eerste ICO dus. Ja, eind januari. Een factor 30. Je verwacht dat ding factor 30 gaat. Een dollar. Oh, sorry. Van 30 naar 30 naar... Nee, sorry. Van 30 naar 1 dollar. Nee, ik denk naar een dollar, dat lukt wel, ja. Factor 3,5, dat is wel realistisch. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, het is in ieder geval interessant. Intellectueel is een hele interessante. Oké, dan de laatste de vier toepassingen. Je Power Ledger. Power Ledger. Klopt. Power Ledger, dat is eigenlijk een hele goede blockchain use case ook. Want het is nu zo, eigenlijk is duurzame energie hier op aarde is wel voor iedereen gewoon voorradig. In overvloed eigenlijk. Dat zeg ik voor iedereen, maar dat is dus niet zo. Het is niet helemaal goed gedistribueerd. Want op sommige plaatsen heb je energieoverschot. En op andere plaatsen heb je weer te weinig energie. En Power Ledger zorgt dus voor dat huishoudens en bedrijven energie peer-to-peer kunnen uitwisselen. Dus elektriciteit. Dus je kan je peer-to-peer met elkaar uitwisselen. Nou, niet elektriciteit, maar dan de afrekening of zo. Nou, de energie zelf, die is een overschot is. Dus je kan als het ware energie aan elkaar verkopen. Ja, verkopen. Maar het gaat over de markt van de energie. Want het transport natuurlijk van de energie gaat gewoon via het elektriciteitsnetwerk. Je eigen ICO, wanneer gaat die gebeuren? De Seal? Ja. Seal.network? Ja. Nou, wat wij met Seal doen, wij combineren dus NFC-chips met blockchain-technologie. Waardoor de authenticiteit van de producten kan worden aangetoond. Dus wat je ziet is dat er zijn dus nepmerken, nepproducten die worden uitgebracht. Dus onder de naam van een echt merk, maar het product is nep. En dat is eigenlijk voor mensen niet eenduidig te controleren of zo'n product nou echt is. En met zo'n NFC-chip, die kan je scannen met je smartphone. En dan kan je gewoon zeker weten dat het product authentiek is. Je ziet gewoon wat het is. Dus in een tas zit een chipje en dan kun je met je telefoon dat chipje scannen en dan die gaat dan naar een blockchain en die verifieert dan dit is een echte Gucci bag of een echte gewoon zeker dat het product echt is. Dus het is een service voor de consumenten, dus ook je veiligheid voor de consumenten, maar ook een service voor de merken dat die ook daarmee worden beschermd. Oké. Dus die betalen ook voor de diensten, zeg maar de merken. Ja, in zekere zin wel. Ja, want er gaat dus ook een ICO plaatsvinden. Dat zal eind februari, begin maart zijn. De datum komt nog op de website. Dus de website kunnen mensen wel op seal.network kunnen ze hun e-mailadres achterlaten. Dan krijgen ze gewoon bericht daarover. Yeah. We zijn in de opstart daarmee. En wat het gaaf is in de ICO, kun je dus die token, de Seal token dan kopen. En uiteindelijk kan je ook met die token, die heeft echt een use ook, daar kan je producten mee claimen op de blockchain. Dus dan kan je ownership claimen van een product. Ook voor de verzekering handig, dat de verzekering zeker weet dat jij de eigenaar bent van een product. En om een product te claimen, daar betaal je uiteindelijk geld voor. Als je een duur product claimt, en je hebt de token in de token sale goedkoop kunnen kopen, dan krijg je eigenlijk een soort van korting op je product. Volg je dat? En dat wordt dus eigenlijk de token wordt dan dus eigenlijk gesponsord door de merken. Want die bieden jou dan de korting. Want kan ik met die token, kan ik dan dat product zelf kopen? Kan je het product claimen, op de blockchain. Ja, claimen op de blockchain, maar dan kan ik het dan ook in een winkel kopen daarmee? Dat is nog niet zeker of we daarvoor kiezen wel of niet. Dat zou kunnen. Wat eigenlijk van het claimen moet voorstellen. Kijk, als een product bijvoorbeeld €100 kost, dan kan je je voorstellen om een product nog te claimen met de Seal token. Want daar ga ik je die token voor. Dat zal dan bijvoorbeeld €5 kosten. Noem maar wat. En claimen betekent dat ik me gewoon inschrijf dat dit mijn serienummer is, mijn tas met mijn serienummer, zeg maar? Ja.
Bijvoorbeeld voor exclusieve producten waar maar x aantal exemplaren van bestaan, weet je ook zeker het hoeveelste exemplaar jij hebt. Ze zijn gewoon allemaal gekopieerd op de blockchain, geregistreerd. Dus je weet gewoon welk exemplaar in jouw bezit is. Oh ja. Je kan je voorstellen, als een product goedkoop is, een product kost 10 euro, dan zou je misschien voor 1 cent zo'n product kunnen claimen met een seal token. Dus een seal token is gebruikt om producten te claimen. En hoe duur dat is, dat verschilt dus ook per product. Oké, nou, succes. Dat horen we meer over dan zeg maar op het moment dat, dat het wat duidelijker is. Maar in ieder geval, je eigen ICO is natuurlijk een mooie stap. Dan hebben we nog twee andere, Guts. Nou, die kennen we natuurlijk al, een van de succesvolle launches in het hele ticket, hele ticket gebeuren. Ja, het is eigenlijk ook een vrij nieuwe, ook uit Nederland. Vind ik ook wel leuk. Dus Get maakt gebruik van het Guaranteed Entrance token is dat. En wat het eigenlijk voor zorgt, ze hebben dus tickets op de blockchain gezet. Ja. Je kan je nu voorstellen, als je bijvoorbeeld een kaartje koopt voor een concert, dan is het op de tweedehands markt vaak veel te duur. En je wordt soms ook nog opgelicht dat een ticket twee keer is uitgegeven, al gebruikt is. Ja. En met die Get token, die zorgt gewoon al die tickets staan op de blockchain. Dus jij kan een ticket maar één keer uitgeven. En het heeft ook een vaste prijs waarvoor het ticket wordt verhandeld. Dus je kan niet meer de prijs heel erg opvoeren. Ja, en denk je dan dat dat token wat daar dan voor, want dat is dan het betaalmiddel, zeg maar. Dan moet je, als je een ticket wil kopen, moet je eerst met euro's Guts kopen. En daarna met Guts, zeg maar, kun je dan dat token kopen. Of Get kopen, sorry. Guts is het bedrijf en Get is de token. En daarna dan, zeg maar, en denk je dat dat token ook in waarde omhoog gaat dit jaar? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, volgens mij is die ook zelfs, want er is dus een ICO geweest. Yeah. En ik had langs vernomen dat hij op Ether Delta dan al 10 keer de ICO-waarde ging in die token. Hij is nog niet, zeg maar, hij is nog niet verhandelbaar gelist op exchanges. Op exchange. Okay. Dus wat spannend voor een Nederlandse. In ieder geval een heel nuttig product, dat is al heel fijn. Heel nuttig. Oké, als laatste Salt. Ja, Salt. Dat is eigenlijk Salt Lending dus. Ja. Die hebben een platform waar dus mensen geld uit kunnen lenen. En ook, dus je kan geld uitlenen of een lening krijgen van iemand. Ja. En het zijn blockchain-backed loans. En wat hier handig van is, is dat als je dus bij de traditionele financiële markt terecht wil. Je gaat bijvoorbeeld naar je bank, je wil een lening. Als jij heel diep in de crypto zit, je hebt verder niet heel veel geld op je bankrekening, dan geef je natuurlijk nooit een lening. Terwijl je eigenlijk met die blockchain juist goed kan aantonen dat je heel veel geld bezit. Ja. Maar daar gaan ze gewoon niet mee akkoord. Dus dan moet je eigenlijk je favoriete munten wegdoen om een lening aan te gaan. En met Salt richten ze juist echt op een blockchain-backed loan. Ze kijken gewoon naar je crypto-portemonnee. Wat zit daarin? En kom je dan in aanmerking voor een lening? En het is ook gewoon heel veilig ook om geld uit te lenen aan iemand. Want je hebt met een blockchain-garantie dat je het ook weer terugkrijgt. Er kan niet mee gefraudeerd worden. Ja. Okay. Iemand kan niet meer geld of minder geld hebben dan ze voordoen. Oké, nou dat zijn dan de top 10 lijsten. Je gaat zelf met beide benen in een ICO zitten. Wat is jouw rol daar? Ja, maar mijn rol is bij Seal is dat ik zit dan in het marketingteam. En ik ben de man met de blockchain achtergrond ook. We hebben meer mensen in het team met een blockchain achtergrond. Maar we hebben ook mensen die dus heel veel heel veel van brands weten en van retail. En ik gebruik dus mijn netwerk ook om bijvoorbeeld interviews te regelen en op congressen terecht te komen met Seal. Ja. En ik denk gewoon mee over hoe ziet die blockchain-markt eruit? Hè? Wat zijn onze concurrenten hierin? Wie doen al wat met die NFC-chips? En hoe kunnen wij hier iets leuks van maken, iets moois van maken? Ja, nou in ieder geval ook weer een praktisch iets om producten echt te maken. Wat zijn de top drie producten waarbij ik dan als consument daarmee zou zitten, zeg maar? Nou, kleding, daar ligt ons in eerste geval heel erg op kleding. Ja. Omdat heel veel nepkleding ook wordt gekocht, ook zonder dat mensen het ook soms weten, hè, dat het gewoon nep is. Dus dat is, wordt zelfs door de kledingindustrie, de retail, volgens mij $1,9 biljoen per jaar aan uitgegeven. Ja. En wat wij eigenlijk doen, wij bieden eigenlijk een eerlijke, simpele oplossing, ook heel effectief. Van kijk, je kan gewoon met die chip weet je zeker dat het echt is. Dat scheelt ook heel veel geld. Ja, wat kost zo'n chip eigenlijk? Wat kost dat per kledingstuk? Oh, wat kost een NFC? Een NFC die kostte vroeger 1 of 2 euro, zeg maar. Dus ik weet niet of die al veel goedkoper is geworden. Want dat ding moet natuurlijk niet te duur zijn. Anders dan is dat weer maakt het al de kledingstukken weer duurder. Nee, wat wel gaaf is wat ik kan vertellen hierover, is dat we hebben dus een direct lijntje met een hele grote producent dus van deze chips. Ja. Die ook wereldwijd toonaangevend is. Ja. Dus we hebben eigenlijk al, je hebt nu de beste chip als het ware, die er nu bestaat. Die is ook momenteel niet leverbaar.
En wij hebben eigenlijk de beste soort chip, hebben wij nog een beetje aangepast, specifiek voor ons. Want wat het gaaf is, onze token en blockchain werkt dus al. We hebben hem ook al getest, we hebben hem al in een stroptas gezet en in een riem. We zijn een keer naar een evenement geweest, hebben het dus ook aan mensen laten zien. Ze waren ook enthousiast dat het werkte. Ja, ja. En we hebben dus eigenlijk de beste soort chip, hebben wij gewoon. Dus dan heb je natuurlijk ontwikkelingskosten, die zijn wat hoog. Maar dan de productiekosten vervolgens, dat ligt een stuk lager. Dus om het op grote schaal uit te rollen. Maar de ontwikkelingskosten zijn gewoon heel hoog voor zo'n chip. Oké, Joël, een heel fijn 2018. Wordt in ieder geval interessant. Ja, absoluut. Dat absoluut. Dank je. Tot ziens, Vincent. Hoi. Dag.